De tekst neemt een geweldige wending. Het gaat eerst over ongerechtigheid van Jeruzalem. Ik zou dat willen noemen de zonde tegen de wet. In het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Dat is helder, dacht ik, hè. En in één keer gaat de Heere van de zonde tegen de wet naar zijn evangelienodiging. Het staat in de voltooid tegenwoordige tijd. Ik heb uw kinderen willen bijeenvergaderen. Zoals het vertaald is in de Nederlandse Bijbel. Dus dat heeft Jezus gedaan en hij legt er nog een keer de nadruk op. Zijn allerlaatste preek bij Jeruzalem. Althans, als de mensen er nog bij staan. Later gaat hij alleen zijn discipelen nog wat zeggen in hoofdstuk 4 en 25. En zijn laatste woorden bijna zijn dat hij zo vaak mensen heeft willen bij elkaar brengen, bijeenvergaderen. Dat heb ik willen doen. Menigmaal. Menigmaal betekent voortdurend. Telkens weer. Dan ligt de nadruk in dat Griekse woordje erop dat een actie voortdurend wordt herhaald. Tegenover de repeterende breuk van die mensen die altijd maar weer God verwierpen, staat als het ware de repeterende heling van Gods genade. Dat heb ik dagelijks gewild. Ik heb dat gewild, zegt Jezus. Je zou het eigenlijk nog beter kunnen vertalen, dit woord willen, met verlangen. Er zit een heel sterk affectieve betekenis in. En hetzelfde woord wordt gebruikt als er staat, maar gij hebt niet gewild. Dat staat hetzelfde grondwoord. En datzelfde woord vind je ook in Lucas 19, als de Heer Jezus zegt aan het eind van de wereldgeschiedenis, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Wat een geweldige affectie, wat een geweldig verlangen heeft Jezus tot behoud van zondaren. En wat een geweldige affectie, wat een geweldig negatief verlangen hebben wij ten aanzien van zijn oproep. Wij willen niet. Ik wel. En in die voortdurende, repeterende heling, zegt Jezus, heb ik één ding laten zien, door gebeden en door nodigingen en door wonderen en door tekenen en door de preken. Wat er in mijn hart leefde. Lieve mensen, als we het hart van Jezus opensnijden, en ik zeg het met alle eerbied, dan komt er niet anders dan liefde uit, als hij deze woorden uitspreekt. Grote bewogenheid voor jou en voor u die hem nog niet dient. Jezus heeft echt geen ander verlangen dan dat je zo snel mogelijk buigt voor God. En ik ken de excuses wel. En de rechtzinnige opmerkingen die zullen komen. En allerlei dingen die je hebt, of verontschuldigingen klaar hebt liggen. Maar Jezus heeft geen ander verlangen dan dat je tot hem de toevlucht neemt. Hij zegt het nog sterker. Want hier zegt hij wat hij zelf heeft willen doen. Kijk, als de Heer nodigt in de Bijbel, Jesaja 45 vers 22 bijvoorbeeld, wend u naar mij toe, dan zegt de Heer, je moet naar mij komen. Dat staat ook letterlijk in de taal van het Hebreeuws. Je moet je wenden tot mij. Dan kun je nog zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Maar hier gaat de Heer Jezus nog een stapje verder. Hij zegt, kijk, lieve mensen, ik heb, ja, zo lief waren ze niet, moordenaars, maar ik heb geen ander verlangen gehad en telkens weer repeterend menigmaal dan dat ik u bijeen wilde vergaderen. Dat is de sterke affectiviteit van mijn hart, het geweldig brandende verlangen van mijn ziel. En dat geldt natuurlijk, gemeente, niet minder voor Gods kinderen die de Heere Jezus ook bijeen wil vergaderen. Zoals Petrus, dat is een diepe val in het verloochenen van Christus. Uw kinderen betekent de inwoners van Jeruzalem. Dat is een Bijbelse uitdrukking. De kinderen van Sion, de kinderen van Jeruzalem, de inwoners van Jeruzalem. Dus al die mensen die voor hem staan.
Gaat u alstublieft niet de kant uit dat hij hier bedoeld worden de uitverkorenen, want het is hetzelfde voorwerp wat hij hier benoemt, uw kinderen en gij hebt niet gewild. Dat zou nou makkelijk zijn, hè, dat je zegt, ja, de Heer wil zijn kinderen bijeen vergaderen, de uitverkorenen en die niet bij die verkorenen horen, die willen niet, nou ja, dan ligt het aan God. Nee, zegt Jezus. Ik ben als de Zoon des mensen gekomen niet om de zielen van mensen te verderven, kapot te maken staat er eigenlijk, stuk te maken, maar om die te behouden. En we zagen zondagmorgen dat Jezus dat in de nacht ook tegen Nicodemus sprak. Hè? Een ieder die in hem gelooft zal niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld, kosmos, door hem behouden zou worden. Op de grote oordeelsdag heb jij geen enkel excuus en geen enkele tegenspraak. Als je verloren gaat, dan zal Jezus zeggen, ja, maar daar, in Matteüs 23, vers 37, stond het. En toen op 13 maart 2024 werd het gepreekt. En die domen heeft het in alle gebrek gezegd, maar het was mijn woord dat ik je bijeen heb willen vergaderen. En ik heb er ook alles aan gedaan. Ik heb je laten geboren worden op het terrein van het genadeverbond. Een kind van het verbond. Denk aan de afgelopen doopdienst. Of ik heb je gebracht bij de kerk. Ik heb je groot doen worden met het woord van God. Ik heb je godzalige ouders gegeven of grootouders die je gewezen hebben op de Heer en zijn dienst. Je hebt biddagen ontvangen om mij te vragen, dankdagen om te danken. Ik heb je gespaard en bewaard, gezegend en verzorgd. Wat heb je nog op mij te zeggen? Wat heb je nog op mij tegen?